zoveel mogelijk baantjes zwemmen voor het goede doel. De leerlingen van de Verducia-school waren daar vanochtend druk mee in openluchtzwembad De Papiermolen. Zij deden mee aan een van de activiteiten van de Groningen Swim Challenge. Maar wat houdt het goede doel nu precies in? Voor mensen die kanker hebben en dat het dan in de toekomst beter gaat worden. De afgelopen periode heb je hier les over gehad op school, waar het voor is. Wat is je vooral bijgebleven qua informatie? Nou, dat iedereen kan eraan doodgaan. Jullie zwemmen vandaag eigenlijk heel veel baantjes. En jullie laten je ook sponsoren, hè? Ja, dat is waar. En hier gaan we dan gewoon zwemmen. Jeanette Koppens is docent op de Verducia School en tegelijkertijd ook de initiatiefneemster voor het project. Nou, wij hebben als school ervoor gekozen om ons goed in te zetten voor een goed doel. En omdat de Groningen Swim Challenge in de stad plaatsvindt, vonden wij de Swim Challenge een heel mooi doel om ons ook voor in te zetten als Verducia School zijnde. Om gesponsord baantjes te kunnen zwemmen, zijn de leerlingen de afgelopen weken de straat opgegaan. Ja, dat klopt. De kinderen hebben allemaal een sponsorformulier meegekregen. En met het sponsorformulier zijn zij langs de deuren gegaan. En daar hebben zij heel veel geld opgehaald. Ik denk meer dan 10 euro. 15 euro? Dus je bent de afgelopen week echt druk langs de deuren gegaan? Nou, niet echt. Maar ik heb alleen een familie gedaan. Maar verder niet. Baantjes zwemmen? Hoeveel baantjes heb je gezwommen? 8. En hoe ging dat? Goed. Sterker nog, het ging ontzettend goed. Als ware slagschepen gingen de kinderen de strijd aan met het water, om er maar voor te zorgen dat er zoveel mogelijk baantjes gezwommen werden, waarmee ze streepjes verdienden die achter hun namen werden gezet. Goed gedaan. Wat is jouw naam? Keurig, Michel. Ja, dat klopt. Ze hadden echt al een week van tevoren heel veel zin in deze actie. En ook leuk dat we echt met de hele school, alle kinderen van klein tot groot, zijn hier nu ook aanwezig. Superleuk. Er is alleen één nadeel, want als we om ons heen kijken, dan zien we dat het regent en ook best wel een beetje koud is, hè? Ja, klopt. Het is zelfs zo koud dat je staat te trillen voor de camera. Ja. Snel het water in? Ja. Milan, dankjewel. Doei. Hoeveel geld er precies is opgehaald, wordt binnenkort bekendgemaakt.